Hoi allemaal, welkom op mijn YouTube-kanaal Rama's Kitchen. Vandaag maak ik palak paneer. Voeg 1 theelepel komijnzaad aan warme olie. Ik heb hier olijfolie gebruikt. 2 gesnipperde uien. Bak de ui goed. 2 chopped tomaten. Knoflook, gember en groene peperpasta. 2 lepels. 1,5 lepel zout. 1 theelepel rode chilipoeder. 1 theelepel kurkuma. 1 theelepel komijnpoeder. 1 theelepel korianderpoeder. 1 theelepel garam masala poeder. Dit kun je ook weinig toevoegen als je van minder pittig houdt. 400 gram spinazie. 1 theelepel kasuri methi. 1 laten we even garen. Op deze punt heb ik spinazie fijn geblend. Hier had ik paneer toegevoegd. Paneer kan je ook zonder het bakken toevoegen, maar ik had de paneer van tevoren een beetje goudbruin gebakken. En verder had ik ook kookroom toegevoegd, alleen dat stukje is niet goed opgenomen. Nadat je room en paneer hebt toegevoegd, laat je het even doorbakken. En dit is het eindresultaat van palak paneer. Het is een heerlijke recept om te proberen, vooral met roti of met rijst. Vergeet niet te abonneren en een comment achter te laten. Dankjewel voor het bekijken.